Goedemorgen, wat is dat nou zeggen? Je ging zeggen, hallo allemaal, het is vandaag vrijdag. Dan zeg ik nooit hallo allemaal. Ja. Maar het is vandaag vrijdag en ik ben lekker op pad met Nesim. In ieder geval, wij gaan zo richting centrum en we hebben daar zo een fotoshoot. En dat is een beetje de planning. Hey, Nes. Rust op vandaag eigenlijk. We hebben alleen maar dat gepland, toch? Ja, maar ik heb misschien naar First. Uh-huh. En misschien naar Volendam, dat weet ik niet. Hoezo misschien dan? Ja, we hebben nu weer even doorgaat. Oh, oké. Okay. Dus je neemt de auto vandaag mee? Ja. Inmiddels, denk ik zo'n anderhalf uur later. We moeten even wachten op iets. En we zijn nog steeds niet gestart met de fotoshoot. Wordt een lange dag, denk ik, vandaag. Ik heb alleen het enige waar ik aan denk van dat ik wel gewoon op tijd thuis kom. Zodat ik mijn vlog kan editen. Want ik loop echt niet voor. Voor de rest heb ik geen planning. Voor het geval je afvraagt waar Nesim is. Nesim is aan het poepen. Deze man heeft gewoon 4 dagen lang diarree. Weet je wat echt grappig is bij Nesim? Nesim is eigenlijk, zeg maar, lactose intolerant. En hij eet en drinkt gewoon alles waar hij zin in heeft. En dan heeft hij opeens dit gewoon. Dus hebben jullie vandaag mijn outfit al gezien? Het is niks speciaals, maar wel fucking fijn. Topje aan van Chiquel. Weer een vestje aan van Prix. En een broek van Bershka. Hij zit echt zo super fijn. En ik probeer in de tussentijd deze op te drinken. Want ik drink echt weer te weinig. Ik ben weer begonnen met screen in mijn tas te douwen. Want ik moet weer eventjes op mijn suikers letten. Moet ik nodig deze nagels gaan fixen? Moet je erin, jongen? Ga daar. Hij lekker gepoept. Oeh, niet normaal. Ja, brandt je kont gaf. Oh shit. Met een diarree. Oh, gekke diarree, man. G. Was het lekker? Mimi. Dan weer op straat voor jou. We zijn nu bij het NH Hotel. En ik ga even een lekkere cappuccino drinken. Kijk wat je hierbij krijgt. Zo schattig. Een Tony Chocolonely. We zijn eindelijk een beetje klaar met van alles. We zouden eigenlijk richting Amsterdam gaan. Want Nesim had daar opnames vandaag. Maar dat heeft hij niet gered. En we zouden pas over 2 uur daar aankomen. En dan waarom heb ik het niet gered? 1 uur te laat. Waarom eigenlijk? Dat er is file. 1 uur en 50 minuten om naar Amsterdam te gaan. Nou, hij doet eigenlijk 2 uur over om nu naar Amsterdam te gaan. Dus dat heeft hij dus niet gered. Helaas, wij gaan nu even lekker eten. En deze man zit in Mixed Grill. Dus je weet waar we naartoe gaan. Ik ken van Sarai. Ik dacht dat je heel wat anders ging zeggen. Ja, dat weet ik. Jongens, ik ga vandaag lekker dolma eten. Dat is lang geleden. Oh, wij zijn eindelijk thuis. Nesim is meteen naar bed gegaan. Het was echt een watje. Hij heeft altijd een beetje buikpijn en is meteen ziek. Een beetje buikpijn? Ik heb al 2 dagen water bij. Ga je nu slapen? Ik dacht als je naar de slaapkamer ging, maar je blijft gewoon hiermee lastigvallen in de woonkamer. Oh. Dat wordt weer zo'n dag. Jongens, ik ben helemaal klaar met alle snacks die van Nesim's verjaardag zijn overgebleven. Ik heb weer alles in prullenbak. Hi, sorry, het is vandaag gewoon echt een flut vlog. Ik ga bij deze ook de vlog even afsluiten. Ik zie jullie morgen wel. En dan voeg ik waarschijnlijk 2 vlogs. Dan voeg ik gewoon de vlog van gisteren of van morgen toe aan deze vlog. Nesim voelt zich nog steeds niet oké. Hij gaat zo douchen. Ik moet van jou. Ja, hij moet van mij douchen. En dan gaan we gewoon rustig aan naar bed. Ik ga even lekker iets warms voor ons maken om te drinken. En dan is deze avond ook alweer voorbij. Ik hoop dat jullie dit wel een leuke vlog vinden. En ik zie jullie morgen weer. Doei doeg. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. Oftewel Koningsdag. En ik heb vandaag de auto. Dus... ik heb vandaag lekker allemaal afspraken zien gepland voor mezelf. Ik zie er niet uit, mijn wimpers zien er niet uit. Mijn wenkbrauwen zien er niet uit, mijn nagels zien er niet uit. Ik heb het allemaal nog niet te pakken gekregen. Dus dat is me nog niet gelukt. Maar ik heb de eerste afspraak al staan. En dat zijn mijn nagels. Die kunnen echt niet meer, deze is doormidden gebroken. Het doet me echt onwijs veel pijn. Dus ik ga daar nu heen rijden. Ik had trouwens vanochtend eindelijk de tijd om mijn haren te wassen. Oké, ik lieg. Ik had mijn wekker echt heel erg vroeg gezet. Want ik heb zo vroeg een afspraak gemaakt. Zo
dat ik niet de drukte in kom in de stad. Maar ik heb mijn wekker gezet, zodat ik mijn haren kon wassen. Yes! Ik ben echt blij. Ik heb al zo lang mijn haar weer niet los gehad. Ik ben nu trouwens bij de Mac en ik ga even een koffie halen. Ik ben nu dus bij de Mac en ik kreeg dus vanochtend een app. Het eigenlijk niet zo goed ging met Britney Spears, want die is weer opgenomen bij een psychiatrische kliniek. Ik weet niet. Op een of andere manier denk ik echt dat zo'n vloek heerst op kindersterren. Alle sterren die gewoon vanaf jongs af aan al bekend zijn geworden en hun hoogtepunt al hebben gehad op een heel jonge leeftijd. Daar heerst gewoon een vloek op. Of ze zijn verslaafd aan iets. Of ze belanden in een kliniek. Of het gaat mentaal heel erg slecht. Weet je wel. Dus ik ben echt zo blij. Gewoon dat ik naar haar concert ben geweest. Ik hoop natuurlijk dat het allemaal goed gaat met haar en zo. Maar ik vond eigenlijk afgelopen jaren sowieso dat ze niet echt meer haarzelf was. En je zag gewoon dat ze echt zwaar onder de medicatie zat. Maar ik ben echt zo blij dat ik naar haar concert ben geweest. Met mijn vriendinnetjes vorig jaar. Dus ik weet niet, ik heb er altijd zo'n heel slecht gevoel bij. Ik was altijd echt zo erg fan van haar. En ik moest haar gewoon één keer in mijn leven zien. Toen ik jong was, had ik nooit deze mogelijkheid. Ten eerste, ik had er geen geld voor. Ten tweede, wie moest mij erheen brengen? Ja. Dus ik ben toch wel blij dat ik op latere leeftijd zeg maar, dat heb ingehaald of zo. Dus ja, dat. Het duurt vandaag echt gewoon vet lang bij de Mac. Normaal gesproken ben ik hier al lang klaar. Ik wil eigenlijk alleen maar een koffietje. Ik heb trouwens mijn lounge setje aan van Boel.com. Het is echt super chill. Ik weet niet waar de mensen zitten, maar hier is het nog vrij rustig, joh. En muziek is lekker vandaag, joh. Het is die Phoenix Kings Night mix. Top. Het is echt fucking rustig in de stad. Dat had ik niet verwacht. Volgens mij ook gewoon door het slechte weer of zo. Ik heb echt een paar mensen ook gewoon gezien in een oranje outfit. Dus het valt eigenlijk best wel mee dit jaar, denk ik dan. Yes, ik ben net klaar met mijn nagels. En ik ben echt zo blij. Ik laat jullie zo even in de auto zien wat ik heb gedaan met mijn nagels. Ik zet mijn camera hier vast. Even kijken. Ja. Ik heb net mijn nagels gedaan bij Deluxe Nails & Spa. Zij zijn echt de beste erin. Ik zweer. Elke keer kom ik met heel gekke shit terug. Omdat ik denk van, ja, als je daar bent, zijn heel goede nagelstylisten. Ik heb natuurlijk ook mijn favoriete stiekem. Maar zij kunnen echt letterlijk alles met je nagels. En ik kwam daarheen in deze kleur jogging setje. En toen was ik gewoon helemaal in de mood om gewoon ook zo'n lila kleurtje te nemen voor mijn nagels. En dat heb ik ook gedaan. Ik vind het zo mooi. En toen kwamen ze dus met het idee om mijn middelvinger en mijn ringvinger iets anders te doen. Focus, alsjeblieft, focus. Focus. Ja. En ik heb ervoor gekozen om daarvan die gouden vlakjes op te doen. Hoe mooi is dit? En elke keer als ik daarheen ga, heb ik een bepaald idee in mijn hoofd van wat ik wil. En dan, ja, ik zeg gewoon, ik wil lila. Toen zei ze, maar wat denk je ervan om daar dit ermee te doen? Toen mocht ik kiezen ze zilver en goud. Maar ik vind goud gewoon echt zo mooi. Ik ben weer zo blij met mijn nagels. Echt, elke keer als ik daar weg ga, ben ik weer zo blij met mijn nagels. En ik kies ook elke keer voor dingen die ik normaal gesproken nooit zou doen. Maar hoe vet is dit? Ik ben hier zo blij mee. Dankjewel weer, Deluxe Nails & Spa. Ik moet nu even snel wegrijden. Ik ga jullie zo even vertellen waar ik naartoe ga. Ik zie jullie straks weer. Guys, ik moet voor het eerst tanken in deze auto. Ik hoop dat het goed gaat. Mijn nagels zijn zo mooi. Niet normaal. Ik ben nu bij een tankstation. Ik ga even hier heel snel tanken. En even een hapje kopen. Snackje. En lekker even drinken voor onderweg. Want mijn plannen zijn dus helemaal veranderd. Ik ben echt zo blij dat ik gisteren heb lopen editen. En dat er vandaag gewoon een vlog online komt. Die al gepland staat. Ik me daar niet druk om hoef te maken. Want ik heb nu opeens een heel andere planning. Ik ga even snel tanken. Ik hoop dat het een beetje goed gaat. Helemaal top. Het gaat gelijk niet goed, want ik moet daar aan de andere kant staan. Ik ga helemaal stuk. Okay, zoals ik zei, zijn de plannen vandaag een beetje gewijzigd. Ik ben namelijk nu onderweg naar Amersfoort. Ik moet nog even een uurtje rijden. Maar ik werd geappt door Guju toen ik bij nagelsalon was. En ik had eigenlijk wel zin om haar te zien. Dus we hebben gewoon echt random vandaag afgesproken. En ik rijd er nu naartoe. Dus we hebben vandaag toch twee shows. In principe ben ik alleen. Komt mij ook goed uit. En dan kan ik Boer weer even zien. En we hebben heel veel om te bespreken. Dus dat is wat ik nu ga doen. En nogmaals, ik ben zo blij. Mijn vlog staat gepland. Dat ik natuurlijk tot
totaal niet gepland dat ik in mijn Pino outfit naar Amersfoort ging. Maar goed. Nee, jongens, wij zijn echt zo fucking dom. Kijk, ik vier nooit Koningsdag. Maar ik ga dus nu naar Amersfoort. En ik ben net gebeld door Boerjo. Dat het koningspaar vandaag gewoon in Amersfoort is. Het is een hele optocht. En het is fucking druk in Amersfoort. Dus nu zijn de plannen gewijzigd. Ik krijg zo een nieuw adresje waar we naartoe gaan. Een beetje buiten Amersfoort. En dan gaan we daar naartoe. Echt waar. Stuk om de outfit van Nessie. Mooi hoor, Ness. Koningsdag, bitches. Inmiddels met boer. En wij zijn bij de McDonald's. Wij gaan even lekker vreten hier. We zijn dus nu weer terug aan het rijden naar huis. Ik ben er al om 4:15. Het valt wel mee. Deze pakstroom is echt super chill. Ik heb er heel dag mee gezeten. Echt heel erg fijn. Volgende keer ga ik wel even een maatje kleiner nemen. Dit is een maat M. Ik moet echt een maat S hebben. Maar de stof is echt zo chill. Ik ben gestopt onderweg bij een Starbucks. Ik ga even een koffietje halen. Ik ben een beetje moe of zo van al het rijden vandaag. Ik moet nog een half uurtje. Dus de perfecte time om even een koffietje te halen. Een beetje wakker te worden. En richting huis te gaan. Nessim, ik heb net Nessim gebeld. Maar die heeft niet opgenomen. Maar had me net geappt. Dus het optreden is. Dus waarschijnlijk is hij nog niet thuis als ik ook thuis ben. En waarschijnlijk heeft hij in de nacht nog een optreden. Maar volgens mij sluiten ze niet bij elkaar aan. En komt hij ondertussen ook nog naar huis. Oh mijn god. Trouwens, ik heb mijn koffie hier. En ze hebben mijn naam gewoon in het Arabisch geschreven. Hoe cool is dat? Los van dat, ik luister dus net naar de nieuws. En ik hoorde dus net dat er een paard is ontsnapt op de snelweg. Hij wist gewoon uit zo'n kart te komen, zeg maar. Oh mijn god, stel je voor, je rijdt op de snelweg. En er komt gewoon letterlijk een paard eruit. Ik zal me de tyfus schrikken. Maar die paard is nou wel gewoon gewond. Dat is wel echt heel sneu. Ik ging net mijn voeten wassen. Toen dacht ik, fuck it. Ik wil eigenlijk gewoon lekker douchen. Ik heb echt zo'n lekkere, warme douche nu. Daar heb ik echt behoefte aan. Zo, oranje wel. Ik heb heerlijk gedoucht. Dat was echt super lekker. Jongens. Ik ben schoen. Ook oranje. Oh, wat mooi. How are you? Ja, met je hoofdpijn, hè. Waarom heb je hoofdpijn dan? Oh, hoofdpijn. Ik word helemaal gek van de muziek buiten. Hoor je dat? Oh, mijn hoofd. Waar heb je gedaan dan? Naar Amersfoort geweest, hè? Ik lig hier lekker op de bank met onze katjes. Maar ik ga helemaal stuk om les zien. Hij heeft dus oranje trui aan. Hij heeft echt om mijn moeite gedaan. Hij heeft zelfs een broek aan met een oranje streep. Dat vind ik echt schattig. Ik heb mijn schoenen niet gezien. Dikke buik. Lekker een dikke buik. Oh, lekker. Laat je buik zien dan. Oh, Lissie heeft zo'n lekkere buik gekregen. Oh, mashallah, mashallah. Jongens, het is inmiddels 1:30. En ik ben net wakker. Ik en Essie zijn best wel vroeg naar bed gegaan. En toen zijn we gewoon zo diep gaan slapen dat ik nog maar net wakker ben. Ik laat Nessie nog even slapen, want hij heeft heel erg laat een show. Zo, dat kan echt niet meer. Ik ga het echt allemaal zo eraf trekken. Zo, bam. Nessie, het is best wel laat een show, dus ik laat hem nog even slapen. Maar wij voelen ons echt de laatste dagen echt zo slecht. Dus ik ben echt van plan om vanaf morgen weer te gaan starten met mijn gember shotjes. Want die hebben me echt geholpen in de tijd dat ik echt zo vaak ziek was. Toen nam ik elke dag eentje. Toen voelde ik me echt zoveel beter. En gewoon, ik voelde me zeg maar niet zoals ik me nu voel. Mag ook kijken, het verschil in wimpers. Betekent dat ik aan deze kant sla volgens mij. Maar deze is echt nog helemaal oké. Tenminste de helft. En deze is helemaal kalm. Nee, maar ik ga dus heel snel weer starten met mijn gembershotjes. Want daardoor was mijn weerstand gewoon echt zoveel beter. En voelde ik me veel energieker en beter. Dus daar ga ik echt mee starten. Ik dronk dus elke dag 1 shotje en dat deed me echt zoveel goed. Dat ga ik weer oppakken. En voor nu ga ik bij deze de vlog afsluiten. Want ik denk niet dat er heel veel nog gaat komen van deze vlog.
Ik hoop dat ik me morgen iets beter voel. Nessim heeft al best wel een tijdje buikgriep of zo. Het ging vandaag iets beter, maar net voor het slapen gaan voelde hij zich weer heel erg slecht. Ja, ik ga de vlog afsluiten, want ik zit echt aan mijn onzin te praten. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden. Ik zie jullie morgen weer. Doei doeg.